Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe Minecraft Custom Map, gemaakt door één van jullie. En jongens, de map van vandaag die is gemaakt door WJ10 en dat is ongetwijfeld niet zijn echte naam. Waarschijnlijk is dat een of andere supergeheime codenaam of zo. En hij maakte voor mij deze semi-jump puzzel en allround map. Nou, dat is natuurlijk supercool. Hartstikke bedankt daarvoor, WJ. Als jullie dat ook supercool vinden, knal dan meteen even een like op deze video. En dan ga ik in de tussentijd eventjes de blokken lezen. Want dat is natuurlijk ook altijd heel erg belangrijk. Er zijn altijd regels en daar moet je je aan houden. Dit is de Minecraft 1.8.1 map. Klopt, heb ik ook ingesteld. Breek en plaats geen blokken. Oké, is ook goed om te weten. Druk op deze knop om de juiste settings te laten. Veel puzzelplezier. Dank u. En er is een geheime uitgang. Die wil ik hebben. Ik wil een geheime uitgang. Daar is de geheime uitgang. Daar. Daar pas ik er nooit doorheen. Druk op deze button. Oké, is goed. De difficulty staat op easy. Commandoblokken zijn aan. Oké, is goed. Plaats alleen redstone en zand. Hey, oké, dus we mogen wel blokken plaatsen, maar alleen als ik ze krijg. Hallo. Hoe gaat het met jou, meneer Slime? Met meneer Slime gaat het goed. Dat is mooi. Wat hebben we hier voor iets moois? Wat is dit? In de kist liggen zaadjes. Maar als je hem opent, kun je de kaart niet zien. Kijk op de kaart en verzamel de redstone blokken. Maar ontwijk TNT, dan spawnt er een zombie. Met de zaadjes kan de kip de juiste drukplaten indrukken. Of de verkeerde. Ja, als die dus op de verkeerde komt, komt er dus een zombie. De deur gaat open als de kip op alle redstone blokken stond. Veel succes. Oké, dus dit is een doolhof. Oh, wacht, en er zitten pressure plates in en daar moet dus een kip gaan lopen. Maar waar is dan de kip? Ik zie helemaal geen kip. Misschien is hij even op vakantie. Dat kan. En dit is waarschijnlijk de kaart. Dus dit is TNT. Dit is redstone. Daar moet die kip dus overheen wandelen. En dit zijn stenen. Oké, dus ik moet die. Moet ik deze hebben. Deze. Dan moet hij hier naar rechts en dan op die gaan staan. Toch? Ja. Dan 1, 2, 3 naar rechts. En eentje naar beneden. Oké, dat kan ik. Dat kan ik. Ha, zie iets? Kom hier. Oké, kip. Oh, hier is de kip. Hey, krijg een gratis kipje erbij. Oké, jij daarop. Dan hier. Kom een kipje. Kom. Heel goed. Dan deze kant op. En dan... Nee, niet daarin. Er zit een zombie. Dan moet hij nu open gaan. Ja, helemaal top. Helemaal top. Wat hebben we hier? Ik hoor zombies. Wat zit er in de kist? Your game mode has been updated. Sand. Oh, wacht eventjes. Ik ga eventjes met dit zand deze deur afsluiten. Zo. Hup. Ik mag alleen sandburg plaatsen en ik ga deze dus eventjes bewaren. Want misschien dat... Oh, wacht, hier kan misschien een babyzombie erheen komen. Laat ik het zo doen. Zo. Er liep al een zombie. Ik zag hem wel. Die wilde mij natuurlijk pakken. In deze kamer mag je redstone kabels slopen en plaatsen. Oké, redstone mag ik slopen en plaatsen. De blokken, de wollen blokken zijn met elkaar in verbinding. En het is niet de bedoeling dat je de blokken verbindt. Dit is zelfs onmogelijk gemaakt. Veel succes, WJ10. Dank u. En er zat hier allemaal redstone in. Oké, maar wat... Moet ik dan met die redstone doen? Oh, nog eentje. Dank u. Ik mag ze niet met elkaar verbinden. Dus ik moet niet de blokken met elkaar verbinden. Het is niet de bedoeling dat je de blokken verbindt. Oké. Wat moet ik dan verbinden met elkaar? Moet ik dan... Deze... Dit was niet de bedoeling. Dit moest niet. Dat moest niet. Dus wat moet ik dan wel doen? Hier staat redstone. Oké. Die... Is aan. Maar dat was dus niet de bedoeling. Dus. Ik moet ze. Ja, dat gaat niet. Dat kan helemaal niet, jong. Ik moet. Het is niet de bedoeling dat je de blokken met elkaar verbindt. Wat moet ik dan met elkaar verbinden? Moet ik dan de pindakaaspotjes met elkaar verbinden? En er zijn geen eens pindakaaspotjes. Hoe kan dat nou? En bovendien geven ze me in dit soort puzzels ook altijd te weinig redstone. Ho, kom hier, voordat jij de lava in dondert. Ik moet dus niet... ...de blokken met elkaar verbinden. Prima. Maar... Wat dan wel? Misschien staat het wel ergens op. In deze kamer mag je redstone kabels slopen en plaatsen. De volle blokken zijn met elkaar in verbinding. Het is niet de bedoeling dat je de blokken verbindt. Het is zelfs onmogelijk gemaakt. Oké, wacht. Dit... Deze is aan. Dus dan moet deze aan. Dat kan helemaal niet. Dat kan niet. WJ. Oh, wacht, dat kan misschien wel. Als ik deze nou doe. Is het korter?
Oké, die is aan. Maar deze nog niet. Dit is altijd best wel moeilijk voor mij. Op een of andere manier. Oké, die is aan. Die is aan. Maar hij moet dus verbonden worden met deze. Kan ik ook... Nee, ik kan niet onder water plaatsen. Daar is het weer een beetje jammer. Dus dit. Ik denk dat hij dan zo moet. Dit is te kort. Dat kan niet. Dat is te klein. Dus ik moet iets anders verzinnen. Ik moet een andere tactiek bedenken. Dit is al zo kort als maar kan. Korter dan dit kan ik het niet maken, want dan red ik dit niet meer. Moeilijk. Die daarop. Oh, wacht. Ja! Hey! I did it! De blokken die stonden natuurlijk met elkaar in verbinding. Dus groen loopt hier achterdoor naar die groen. I did it! Wie is hier de redstone genius? Ik niet. Maar dit was wel een coole puzzel. Oh, hoe loop je? 1-0-0-0-0-0-U. 0 is TNT. 1 en 2 zijn vraagteken. I is de ingang en U is de uitgang. Oké, dus we hebben een ingang aan het begin en een uitgang rechts aan de andere kant. Loop op de juiste pressure plates in de juiste volgorde. 0 is TNT. 1 en 2. Loop op de juiste pressure plates. Oké. Maar dit is dus allemaal TNT wat er tussenin zit. Dus alles gaat de lucht in. Dus dat betekent dat ik van hier... naar die kant, naar die kant, naar die kant moet. Ik geef het mezelf te doen. Bekijk de borden een paar meter terug. Je rijdt een beetje dan, jong. Dat is wel fijn dat hij dat erbij neerzet. Want dan weet hij gewoon eigenlijk automatisch al dat ik het verkeerd ga doen. Oké. Dit is dus de ingang. Daar is 1. Dit is 2. En dat is 3. Dus. Go. Auw, joh. Dan ben ik hartstikke dood. Ben ik hier weer. Oh, nou, vooruit. Maar dit mocht ik weghalen. Dat mocht. Ik mocht alleen blokken TNT plaatsen. Dus die en die. Zo. Oké, opnieuw. Opnieuw. Oh, dan zit ik hier weer. Ik ga gewoon springen. Hop! Je game moet dus weer updated. Ja! Hey! Oh, we deed het. Ik ben goed vandaag, jongens. Ik ben goed bezig. Deze mag ik eigenlijk helemaal niet meenemen, deze pressure plate. Maar ik neem hem toch mee. In deze tunnel zit een button. Mooi uitzicht, hè? Schitterend, schitterend, schitterend uitzicht, schitterend. Oh, hier is een button. Is dat goed? In deze tunnel zit een button. Ja, dat zie ik. Die zit daar. Hier zit ook een button. En hier zit ook een... Hier is een tunneltje. Hé, hey, wat... Oh, ben ik hier weer? Oh, dat is om af te... Hé, maar dat is slim. Dat is heel erg slim. En dan spawnt hier... Dit is echt briljant. Als ik dit namelijk niet had gekund... En ik was hier een paar keer naar beneden gedonderd. Dan had ik dus vastgezeten daar. Dit is nadenken over een map maken, jongens. Dit is tof. Oké, go. Ta-ta-ta-ta. Schitterend uitzicht. Ga naar links. Oké, ga naar links. Hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat? Ga naar links. Ga naar links. Moet ik sturen? Ik moet gewoon wachten. Oké, ga naar links. Ga naar links. Oh jee. Hobbeltjes. Vroeger hadden we geen gat in de weg. Alleen maar kuilen. Wat hebben we hier nou weer verliezen? Hey, kipje. Muziekje. Oh, dank u. Oké, we zijn er. Tada, tada. Ik sta bovenop de kip. Maar nu. Volgens mij gaat mijn karretje er vandoor. Kom hier, karretje. We gaan hier onder de kip door. Ah, dat past niet. Auw. Oh, hoofdpijn van, jong. Ga naar links. Moet ik hier? Oh, er gaat een hele... Oh, kijk nou, joh. Een hele beam. Maar dat is leuk, maar hier kan ik dus mooi niet onderdoor. Oh, wacht even, wat hebben we hier? Wat hebben we hier? Kippenveld van Kees, Arie en Vakenhof. De namen zijn weg door het testen. Ah, maar dat is niet erg. Dat is geen probleem. Wat staat hier voor moois? Open dit poortje met je hand. Ik kan er wel meer dingen mee maken. Nee, dat is slecht. Ik neem alle eieren mee. Ik neem alle eitjes mee, want dat vind ik leuk. Het is niet de bedoeling om hier doorheen te lopen. Oh, dan zal ik het niet doen. Ik ga het toch doen. Hint, bereid hem. Bereid wie? Wie moet ik bereiden? Hey, kip, ga terug. Foei. Foei, bereid hem. Wie moet ik bereiden? De kippen? Mag de kippen bereiden met zout en peper.
Kippen mag je niet bereiden. Open dit poortje met je hand. Oké, done. Dan hebben we hier weer iets moois. Het is niet de bedoeling om hier door te gaan. Oh, nee, dan ga ik er niet door. Slaapplek, mooi, geef me hier. Hé, precies op het moment dat ik het nodig heb. Dat is handig. Dus dit is mijn nieuwe spawn. Oké, tof. Hier een of andere hele hoge toren. Wat is dit? Hint. Zit een mysterie. Waar zit een mysterie? Is hier een mysterie? Waar is het mysterie gebleven? Deurtje open, deurtje dicht. Volgens mij ben ik verkeerd kant opgelopen. Ik ga hier naar boven. Nee, dat kan niet. Kan ik hier naar beneden? Wat zit hier? Oh, als ik daar naar beneden spring, ben ik hartstikke dood en dat is niet de bedoeling. Dit is mijn slaapplek. Oké, dat is tof. Maar wat moet ik nu doen? Moet ik misschien doorlopen? Dat zou natuurlijk kunnen. Mysterie, we moeten deze kant op. Waarschijnlijk is de bedoeling dat ik hier met een railcard overheen was gegaan. Maar dat gaan we niet doen, want we gaan gewoon wandelen. Ons ben niet lui. Hé, Kees het varken. Die staat daar helemaal alleen. Dat is best wel zielig voor hem. Maar I don't give a shit. Hey, wat is dit? Hier is ook weer een bordje. Hint op de heilige kip. Wat zit er op de heilige kip dan, afgezien van een heleboel heiligheid? Hup. Dus moeten we hier weer heen. Op de heilige kip. Wat zit er op de heilige kip? Geen knop om spettenpoep te doen. Dat in ieder geval niet. Er zit geen spettenpoepknop. Maar wel misschien hierbovenop iets. Hallo, heilige kip. Ik ga even proberen. Zo. Op de... Ah! Huh, what? The fuck gebeurde hier? I was teleported somewhere else. Wauw. Dit is weer een puzzel. Dit ziet eruit als een puzzel, jongens. Ik ben de grootste idioot die er is. Ik druk op het knopje naar voren. Ik moest niet op het knopje naar voren drukken. Ik moest op het knopje A drukken. Best wel dom van me. Maar dan hebben we hier iets moois. Hier gaan we onderdoor. Hier kunnen we niet onderdoor. Maar dat is... dan moeten we hier ergens een poort zien te vinden. Dit is het gouden ei. Dat is heel tof allemaal. Maar hoe komen we hier uit? Hier kan ik mooi niet door. Ah, kan niet. Dat is te dicht. Te laag. Zo komen we hier weer. Is dit een teleportatieplek of zo? Is ergens een geheim bordje? Geheim bordje. Hallo, daarboven? Nee. Geen geheim bordje. Geheim bordje. Hallo. Ik heb best een vermoeden dat hier ergens een bordje staat wat ik niet gezien heb. Ik kan hier ook niet springen, zie je dat? Dat is raar. Ik kan niet springen. Dat is vreemd. Dan kan ik ook niks gooien. Maar wat moet ik dan met het grote heilige ei van Atla? Wat moet ik daar nou weer mee doen? Is daar iets mee wat ik niet gezien heb? Moet ik een poort openen of zo? Met zo mag ik niet slopen. Tenminste hier niet. Ik zat nergens dat het wel mag. Hier moet ik doorheen. Maar dat kan niet, want het is te hoog. Ik moet ergens een poort openen, gok ik. Ergens aan de onderkant. Hier kan ik niet door. Hier kan ik ook niet springen. Ik vraag me af wat ik hier nou precies moet doen. Is hier een poort? Nee. Hallo, poort. Snap je moer van jong. Nog één keer boven kijken. Dan zat het niet lukt, dan graven we onszelf gewoon naar buiten. Ik graaf mezelf gewoon hier naar buiten. Het mag niet hier. Hier moet ik doorheen. Kijk, er loopt daar een tunnel aan de onderkant. Zie je dat? Wacht eens. Bij het grote heilige ei van Atla kon je door de lava heen springen. Zou dat hier ook kunnen? Oh, yeah. Zie je wel. Je moest hier gewoon onderdoor. Ik zag het wel. Want je zag hier op een gegeven moment deze hele tunnel natuurlijk. En daar kon je niet bij komen. Dit is baas. Zo deden we dat bij Atla ook altijd als we in de opslagruimte terecht wilden komen. 18. Wie is de 18? Wie is de 18 jaar geworden? Dat zijn allemaal deurtjes. Maar ik kan er niet door, dus ik moet wel via deze deur. Dat moet. Dat is verplicht. Staat in de wet. Op bladzijde 26. Ergens onderaan. Moet je me even zoeken. Als je dat op wil zoeken, dan staat dat je altijd door een deur moet als er bladzijde 18 op staat. Oké, dit wordt gevaarlijk. Wat is dit? Oh, dit is de onderkant. Oh, dat is een uitgang zo te zien. Dat is een uitgang. Maar waar is het een uitgang voor? Waar is dit een uitgang voor? Wat is dit? Wil je echt deze richting op? Dit is terug. Oh, dan gaan we daar niet heen. Dan gaan we deze kant op. Dat is aardig van dat bordje dat hij me even waarschuwt.
hetzelfde gaat, loop je de verkeerde kant op. Ik wil helemaal niet terug. Dat was niet de bedoeling. Ik wil hierheen. Oh, hier moeten we kiezen. Pad, doolhof, jumpmap, slaapkamer. Slaapkamer, ja, slaapkamer. Snurkie, snurkie doen. Dan hebben we hier in ieder geval een spawnpoint. En als ik dan weer eens een keer dood ga, dan kan ik hier weer terug spawnen. Oh, mijn bloempje. Ik zal die hele bloempot eens even vol pissen. Maar dat doen we niet. Wat gaan we eerst doen? We gaan eerst een jumpmap. Laten we dat maar meteen doen. Zijn we daar maar vanaf. Jumpmap. Oh. Nou, dan kom ik hier weer terecht. Jumpmap. Waar gaan we heen jumpen? Wil je echt terug? Deze richting op. Dit is terug. Dat is helemaal niet terug. Dit is de goede kant op. Denk ik. Hop. 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 En dan hier naar boven. Oh, wacht. Volgens mij ga ik de verkeerde kant op. Ik ga helemaal de verkeerde kant op. Ik moet hier... Wat staat daar op dat bordje? Ik kan het niet lezen. Ik wil het wel lezen. Wauw, zag die sprong. Zag die sprong. Ik ga helemaal verkeerd. Goed zo, Vaco. Je doet het weer eens op de verkeerde manier. Wat er weer. 1. Kijk, dit is een jumpmap dat ik kan, hè. Dit is goed. Spring over 4 paaltjes. Volgens mij heb ik de verkeerde ingang genomen. Ik denk dat ik de verkeerde kant op ga, jongens. Maar dat is niet erg. Ik ga het gewoon proberen. Misschien redt de heilige kiepje. Ik mag het toch hopen. Na alles wat ik voor het beest gedaan heb. Hop. Ja, dit is te doen. Famous last words van de Vaco. Maar dit kan ik. Dit kan ik. Dit is nog niet zo heel moeilijk. Hop. Zie je, dit is een jumpmap op mijn niveau, jongens. Dat is ook wel eens een keertje lekker. Kan ik hier omhoog springen? Ja. Hop, hop, hey. Jumpmap gedaan. Ik vind dat ik goed bezig ben vandaag. Wat is hier? Dit is de uitgang. Dus dan komen we hier weer terug. Dit is de uitgang. Hier had ik doorheen kunnen vallen. Maar dat was dus niet zo'n hele grote ramp geweest. Dan gaan we naar... Slaapkamer zijn we net geweest. Gaan we doolhof doen. Doolhof. Zoek de 7 hendels. Haal deze over en vind de deur. Oké. Okay. Kies een moeilijkheidsgraad. Makkelijk. Als het even kan. Makkelijk. Ja, ik wil graag een makkelijke deur. Zo is die moeilijk. Ik wil makkelijk. Makkelijke deur. Oké. Okay. Ben je zeker van je keuze? Ja, dat had ik het niet gezegd, hè. Ik had wel mijn zwaard in de hand. Want je weet maar nooit waar je terecht gaat komen. Hey! Kees de kip, wou ik zeggen. Maar het is natuurlijk Arie het varken. Zit er een hendel? Nee, er zit geen hendel. We moeten er 7 zoeken, jongens. Dat kan best wel eens even een pokker tijdje gaan duren. 7 hendels. En waar zijn ze? Dit is 1. Oh, dit is handig. Dat er een lampje onder zit. Oh, maar dat is heel erg fijn. Dat betekent ook dat ik kan zien welke ik wel overhaald heb en welke niet. Dat is echt supergoed. Dat is echt supergoed. Van de vorige keer dat ik in het dorp zat, wist ik echt totaal niet welke ik nou overgehaald had en welke niet. Dit is 1. Je kan ook zien waar je geweest bent, omdat het dan een beetje donkerder wordt. Zie je? Hier is het weer donkerder en net was het daar lichter. Dus we zoeken nu nummer 2. Nummer 2. Weet je zeker dat dit een makkelijke map is? Zo zeker ben ik namelijk niet van die zaak. Het is best een grote zo te zien. Dat zei je moet... Nee, dat is flauw. Dat is flauw. Geen flauwe grappen maken, Vaco. Waar is de deur? Dit is de uitgang. Gok ik. Dat is 2. Hop. Nummertje 2. We hebben er nog 5 te gaan. Hé, hey, daar hebben we Kees het varken weer. Dat is 3. Dan moet hier ergens nummer 4 zitten, gok ik. Nee, dat is gewoon een grote paal. Dat zei je moet... Nee. Flauw, stop Vaco. Niet doen. Niet doen. Foei, af. Iemand. Iemand, Vaco. Waar is nummer 4? Hey, als jij nou even mee gaat helpen. Hè? Ga even die kant op en ga even zoeken naar een ding. Hier moeten we dan weer zo doorheen. Arie het varken. Of Kees het varken. Of Wim het varken. Net hoe je het noemen wil. Dat is 4. Nog maar 3. Hier is het donker. Dus gaan we deze kant op. Hier is het ook donker. Hier wordt het lichter. Dus dat betekent dat ik hier al ergens geweest ben. Hierachter zit er een. Ja, zie je? Zo werkt dat dus. Je moet een beetje kijken waar het licht is. En als het licht is, ben je er al geweest. Hier is het nog heel donker. Dus hier zal ik ongetwijfeld zo meteen nog eentje zoeken. Oh nee, hier is er ook weer eentje. Hierachter, hier ben ik al een keer geweest. Dit paadje herken ik. Maar waarom kan ik hier naar beneden? Daar is ook weer een pressure plate.
Dat is 5. 5 pressure plates hebben we al. Of 5 van die dingen, dus dan moeten we er nog 2. Nog 1. Ja hoor. Nog eentje. Ik ben goed bezig vandaag, jongens. Holy shizzle. Holy shizzle for the whistle. Fuck. Ja, ben hem aan het zoeken. Hij heeft hem gevonden. Dat was 7. Dat betekent dat ergens nu een deur open is. Kop Ari, gaan we samen op zoek naar de deur die open is. Waar is de deur die open is? Waar is de deur die open is? Hier spawnen allemaal rare beesten. Of waarschijnlijk waren die, als ik op moeilijk had gezet, waren er allemaal zombies gespawnd. Dan had ik niet rustig door kunnen kijken. Dan hadden er waarschijnlijk ook allemaal rare beesten in dit doolhof rondgelopen. Weet je, zoals in Harry Potter. Zo'n doolhof met allemaal rare beesten erin. Allemaal wezens, monsters, draken en slangen. Deze deur is dicht. Deze deur is ook dicht. Kijk, daar waren ze ingespawnd en dan waren ze naar buiten gewandeld. Dat was... Oh, hi! Villagers! Dat is gezellig, maar die zoek ik ook niet. Ik zoek gewoon een deur. Ik hoorde namelijk wel een deur opengaan, dus er moet ergens een deurtje zijn. Ik moet proberen om de ingang weer te vinden. En volgens mij loop ik langs het deurtje. Of langs de rand. Dus dan hopen we zo meteen ergens... vanzelf aan de rechterkant een deur tegemoet. Deze deur. Ta-ta-ta-ta, gevonden! Ik heb het gevonden, dank u, dank u, dank u, dank u. Wat is dit? Wat is dit voor moois? Zombies, ik zie niks, ik loop gewoon door. Het is nu dag. Vakenhof kan u geen diamanten spullen krijgen. Ja, waarom niet? Waarom niet? Dit is ook weer een spawn ding. Hé, hey, bloemetjes. Maar, wat is dit dan weer voor iets? Vakenhof kan u geen diamanten spullen krijgen. Dat vind ik oneerlijk, want iedereen kan diamanten spullen krijgen, behalve de Vaco dus weer. Hap. En hap. Kijk, daar is weer een uitgang. Maar dit kan ik meestal wel, dit soort rare. Famous last words. Echt, ik moet dat niet te vaak zeggen. Ik ga gewoon dood. Kan ik daar weer terugspawnen? Respawn. Let op. Ga het gewoon nog een keer proberen. 1. 2. 3. Waarom kan ik dit in zo'n kleine klotensprongetje doen? Ik kan dit. Ik was er net ook. 1. 2. 3. 4, 5. Kan ik niet gewoon van één keer daar naartoe springen? Ja. Ik kan niet die ene te pakken krijgen op een of andere manier. Dan ga ik dood. Of niet? Ja, ik ga dood. Oké, nog een keertje. Ik kan dus die ene sprong maken. Maar ik moet nog eventjes uitvinden hoe ik van het ene laddertje naar het andere laddertje kan springen. Ik moet op een of andere manier sprinten terwijl ik aan de ladder hang. Zo dus. Hey, wie is de koning der parcours vandaag? Het is ik. Maar waar komen we hier? Dit is weer een trap. Oh god, hier. Oh, bijvoorbeeld is 26. Bijvoorbeeld is 26. 16 plus 8 plus 2. Snap je het goed zo? Ja, dat is 26 samen, dat snap ik ook. Machten van 2. Machten van 2? Hoe kan 1 nou een macht van 2 zijn? Dat kan ik jammer niet. Binaire quiz. Oh god, ga. Oh, wacht zo. Oh. Tel de machten van 2 zo op dat het juiste antwoord komt. Oké, dat kan ik wel. Denk ik. Denk ik. 16, 8. Oh, wacht hier. Hoeveel mensen zitten er in DDG? Volgens mij zitten er 17 in DDG. Met al die nieuwe mensen tegenwoordig. Dus dat betekent dat ik binair moet gaan lopen tellen. 17. Dus dan moet ik 16 en 1. Dat is niet goed. Zijn er nog meer? Dat is de 18. Dat is jammer, die waar zover zijn het er niet. Nou, 16 doen we weg. Halen we deze allemaal over. Kijk, hoeveel zijn het er dan volgens hem? 8, 4 is 12. 15. Oh, dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen. Dat zou ook helemaal kunnen. Tijdens de DDG review in 2014 dat er in DDG 15 mensen zitten. Ah, kijk, daar heeft hij het uit. 15 mensen, oh, dat zou best kunnen. Ik heb ze nooit allemaal geteld. Dan zijn het er 15, weer wat geleerd. Hoeveel puzzels zijn er tot nu toe in puzzelen met kippen? Oké, we hebben die ene met de kip over het doolhofje gezien. We hebben de redstone puzzel gezien. We hebben de... met het vuur hebben we gedaan. We hebben de jump map over de TNT hebben we gedaan. Dat is sowieso al 4. We hebben het doolhof, dat is 5.
We hebben net die jump map, dat is 6. Dit is 7. Ben ik er eentje vergeten? Volgens mij is het 7. Ik heb 7 geteld. Hey, ta-ta-ta-ta. Laat mijn geheugen me toch niet helemaal in de steek. Kipje, volg me. Redstone leggen, TNT run, mijn karrespel, Doolhof, Zombiehof, quiz. Ja, dat zijn er 7. Hij is ook op 7 gekomen. Ik heb er een paar andere geteld. Ik heb blijkbaar ook die jump parcours als ding geteld. Nou, maakt niet uit. Antwoord is goed. Dat is helemaal top. Hoeveel afleveringen Minecraft Survival 2 zijn er geweest totdat het eerste kerststalletje werd gebouwd? Oeh. Minecraft Survival Season 2? Totdat het eerste kerststalletje was gebouwd. Ik heb in totaal 268... Volgens mij, 268 dacht ik. 268, dus dan moeten we die, dan moeten er nog 8 bij. Hoe doen we dat? 8. 269? 281? Nee, dat is niet waar. Hoeveel heb ik er gemaakt? Totdat het eerste kerststalletje werd gebouwd. Tellen we gewoon dit allemaal bij elkaar op. En dan ga ik eventjes pieken. In mijn uploadschema. Haha, dan kan ik natuurlijk gewoon kieken. Daar is helemaal joe. Oké, deze allemaal omhoog. Totdat het eerste kerststalletje wordt gebouwd. Oké, dan ga ik eventjes naar YouTube doen. Zo zijn we er ook alweer. Ik weet het niet, volgens mij waren het er 268. Ik heb een beetje verkeerd geteld volgens mij op een gegeven moment. 268, even kijken. Minecraft Survival, 281. Oh, helemaal niet 60. Een huis voor Jezus had ik die genoemd. Dus dat is het kerststalletje. 281. Ja, zie je, had ik toch gelijk. 281. Hoe gaan we hiermee op 281 komen? 256. Dat is goed. Dan moeten er dus nog 25 bij. 25. 16. Dan moeten er nog 9 bij. 8. Wacht even. 256. Plus 16. Is 272. Toch? Of kan ik nog niet tellen? 272. 280. Oh, misschien heb ik toen... 280 was kerstboom versieren. Maakt niet uit. I'll take it. Ik vind het goed genoeg. In aflevering 281... Oh, wacht eventjes. Hij legt het ook meteen uit. In aflevering 281 begon je met je kerststalletje. Daar heb ik dus naartoe gerekend. Dus aflevering 280 is de laatste aflevering zonder kerststal. Kijk, nou snap ik hoe die eraan gekomen is. Na het drukken op de knop mag je blokken plaatsen en breken. Top. Lees de bordjes voor tips. Oh, wow, laat me los. Laat me los. Oh, er zit een barrier voor. Onder de deur zit de grond naar het volgende gedeelte. Je zit in een luchtbel. Maak een bed. Maak een survival. In de grond zit kool, steen, ijzer en... puntje, puntje. Herplant boompjes voor meer hout. In de grond zit een schapenspanner voor wol en vlees. Oké, top. Onder de grond zit de deur naar het volgende. Je zit in een luchtbel. Ja, ik mag hier inderdaad niet uit. Het is een beetje het under the dome idee. Doe niet zo dooms. Oké, dit halen we dus weg. Dan gaan we hier boompjes terugplanten, want dat moest. Dat moest, ik moest bomen terugplaatsen. En onder de grond zit dus de deur. Maar dat betekent dus dat ik gewoon een schep moet maken, toch? Ik heb alleen een schep nodig. Misschien wel een pickaxe trouwens ook. Wat staat er nog meer? Hier zit een luchtbel, maak een bed. Ja, hoe dan? Met die veren zeker. Dit halen we weg. Maak een bed, dat kan helemaal niet, want ik heb geen schaapjes. Dus deze planten we even terug. Bam. Dan gaan we even graven, want er zit dus een schapenspanner ergens. Die moeten we eerst zien te vinden. Eerst de schapenspanner. En dan proberen te ontsnappen. Dat gaat het doel worden, ontsnappen hieruit. Hoor ik ook iets? Ik moet eventjes mijn geluid harder zetten. Daar is steen. Ik ga even een schep maken. Dit gaat echt een uur duren. Hé, daar is schaap. Doe eens even dood. Ja, ze zijn daar buiten gespawnd. Dat is flauwigheid. Kan ik ze niet killen? Nou, stomme kloten schapen. Nou, dan gaan we eerst eventjes een ding maken. Hup. Eerst een crafting table. 1, 2, 3, 4. Bam, hup. Crafting table. Bloemetje even move. Crafting table. Ik wil een stokje. En met een stokje maak ik een schepje. Hup. En een pickaxe. 1, 2, bam. Dus, graven. Ik zag hier steen. Een steen kan ik gebruiken om een pickaxe mee te maken. Dus, deze halen we weg.
1, 2, 3, 4. Daar is ijzer. Maar daar heb ik een stenen pickaxe voor nodig. Dus die moet ik eventjes laten zitten. Dat ijzer moet ik vanaf blijven met mijn poten. Steen. Oké, terug naar boven. Ik wil steen. Maak een bed. Jullie gaan toch helemaal niet? Die schapen zijn er buiten gespawnd. Kijk. Oh, hier is alweer bedrock. Ik kan er ook echt niet op. Daar zit die bubbel alweer. Oh, kom op. Schapen spawnen nou eens binnen. Ik ben helemaal in mijn uppie. Alles zit er buiten. Alles zit er buiten. Maak een bed. Nou, dan weet je wat ik dan vind. Dan vind ik dat ik dit mag doen. Game mode 1, vacuum off. Want die schapen die spannen er buiten. De koeien spannen er buiten. Ik kan dus gewoon echt letterlijk niks. Waar is mijn schaap? Ghast. Laten we vooral geen ghast gaan spannen. Sheep. Is er een sheep? Pik. Nee, sheep. Die moet ik hebben. Oké, komt die. Schaap. 1, 2, 3 schapen. Dat vind ik goed. Kill voor de wol. Ik pak gewoon de wol zelf. Wool. Wool. Ik wil rode wol. 3. 4. Ook goed. Zo. Oké, game mode 0, varkens. Ja, anders kon het niet, want kijk, alle dieren die spawnen erbuiten, zie je dat? Alle varkens en kippen en zo. Dus alles spawnt buiten deze luchtbubbel. Dus dat is niet goed. Dat betekent dat ik met deze dingen een ding kan maken. Zo, 1, 2, 3. Hup, een bed. Je zit in een luchtbel, ja dat weet ik. Bedje, dank u. You can only sleep at night. Kaakzooi. Schiet eens op met dat ding. Zon, doe eens achter de ding zakken. Zo, doe maar zakken. Die kent op zon. Zo, goed zo. De zon die luistert, dat is mooi. Dan gaan wij in de tussentijd eventjes... Oh, wacht. Laat ik eerst eventjes een stenen pickaxe maken. Dat is misschien nog veel verstandiger. Dan kan ik dat ijzer ook pakken. Dus 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Hop, bam. Stone pickaxe, daar kunnen we tenminste wat mee. Dan worden we niet uitgelachen door de Mijnwerkersassociatie. Dan zeggen ze van, hé, Varko, waarom ben je zo stom om ijzer met een houten pickaxe te slaan? En dat moet ik natuurlijk helemaal niet doen. Ik moet het gewoon met deze ding doen. Dan kan ik hier zo meteen een ijzeren pickaxe mee maken. En dan gaan we helemaal los. Zo, dus dit moeten we smelten. In een oven hebben we dat ook ergens, een oven? Volgens mij nog niet, hè? Laten we die ook even proberen te fixen. Een oven, hebben we nog steen? 10, dat is goed genoeg. Dan kan ik een crafting table mee maken. Hup. Hup, hup. Hup, hup, go. Dit. Dan moet ik, of de crafting table, een oven. Zo, oventje. Oven erin. Oventje daar. Oventje naast het bed. Kan ik een pizza bouwen in mijn oven. Jij daar, maar ik heb ook kool nodig. Zit er ook? In de grond zit kool en ijzer. Oké, dan gaan we dus nog eventjes onder de grond. En ik heb wel kool nodig. Kool. Kool, 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 kool. Waar zijt gij, kool? Oh, daar is kool. Alsof die naar me luisterde. Maar dan heb ik dus zometeen ijzer en dan, wat moet ik dan doen? Dan heb ik wel heel mooi alles uitgehakt en dan heb ik wel de ijzer, maar wat moet ik er dan mee doen? Moet ik het dan misschien opeten of zo? Dat zou wel een beetje raar zijn, want ijzer is helemaal niet lekker. Je moet wel ijzer hebben. Nou, dat is wel gezond. Dus veel spinazie eten, er schijnt ijzer in te zitten. Schijnt zo te zijn. Popeye is er heel groot mee geworden. Popeye. Popeye the Sailor Man. Kijk eens hoe sterk ik ben. Daar moet ik niet heen. Daar is bedrock. Maar er zit dus ergens onder de grond. Hey, kijk, daar is die spawner. Oké. Okay. Dat is een schapenspawner, dus dat is niet gevaarlijk. Deze gaan we gewoon helemaal doorhakken. Hier zijn stenen. Dit is een andere soort stenen. Zal dit de deur zijn? We found the deur. Hoe goed is deze? Oké, top. Maar... Hou even. Wacht eens, ik kan natuurlijk gewoon... Oh, dat kan helemaal niet. Ik moet pressure plates maken. Hoe doe ik dat? Pressure plates. Ik moet pressure plates maken. Dat kan ik, let op. Ik weet hoe dat moet. Kijk, alles spant er buiten, zie je dat? Dat is niet goed. Deze moeten we even smelten. Ja, even move iron ore. Ja, daar. Ja, daar. Dan maken we daar eventjes stoot van. En dan kunnen we daar een pressure plate mee maken. En dan leggen we die gewoon voor de deur neer. En dan kunnen we door de deur. Is dat goed of is dat goed? Hoe lang ben ik al bezig? Minder een half uur. Ik vind deze map echt super tof tot nu toe, jongens. Ik vind het echt een basismap. Codewoord. Want we zijn al heel lang bezig. Dus, codewoord is vandaag...
Kerstavond. Het is vandaag kerstavond, dus laten we dat doen. Gooi eventjes kerstavond in de reacties als je nu nog aan het kijken bent. Ik zou dat echt super baas vinden. Wat flots. En als je toch bezig bent naar beneden, doe ook meteen even een like. Laten we proberen of we de 2000 eens een keer kunnen halen op een custom map. Dat zou echt baas zijn. Dit is geen pressure plate, dit is een pressure plate. Stone pressure plate. Nog eentje. Zo, dan hebben we de twee. Dan weet ik zeker dat ik er doorheen kan. 1, 2, bam. Stone pressure plate. Ta-ta-ta-ta. Dan moet ik ook die deur nog terug zien te vinden. Dan wordt ook nog een hele klus. Waar is de deur? Waar is de deur? Hier ben ik langsgekomen. Hier was de deur. Dus deze, deze. Vaker dan van de teleporten. Wat hebben we hier? Plaats de lava tegen de waterval om de blokken op een portal te maken. Je hebt geen diamanten pickaxe nodig. Oké. Okay. Oh, dus we moeten een portal maken. Plaats de lava tegen de waterval. Zo. Oké, dan kan ik hier nieuwe lava pakken. Zo. Oh, dan maken we er gewoon een portal voor. Oh, maar dit is handig. Dit is een partij handig. Dat moet ik vaker doen zo. Zo. Daar één. Voor mij is deze vorm een beetje verkeerd, maar dat is niet erg. Oh, daar. Heb ik nu echt al mijn lava geblust? Ja, geef dit maar eens gauw mee, bucket. Helemaal fijn dit. Helemaal fraai. Ik wil hier gewoon een portal maken. Kan dat niet gewoon? Ik moet het dus hier op de waterval plaatsen. En ik heb er nog maar 2. Kan ik deze plaatsen? Als dat zo is, dan kan ik gewoon eventjes mijn nieuwe lava weer pakken. Want ik heb nieuwe lava nodig. Dus dit gaat daarin. Hup. Ja, maar dan kan ik het dus niet meer gebruiken. Dit is echt heel slim, Vaco. Goed gedaan. Die gaat daar. Ja, leuk. Dan is mijn lava dus op. GG, motherfucking G. We hebben een lekkage. Game mode 1, Vakonov. Ik kan niet anders, want ik moet hier wel lava voor gebruiken. Lava bucket. Dat zocht ik. Lava. Nee, niet lave. Lava. Bijna goed, Vaco. Lava. Dus dan maken we hier. 1, 2, 3, 4. Een portal. Is deze portal goed? Nee, zeker. Nee! Nee! Oh, stop! Paniek! Oh, stop! Is deze portal goed? Nee, zeker. Obsidian. Sorry dat ik het verneukt heb. Spijt me zeer. Hoe kan ik deze nou aankrijgen? Hoe doe ik dat nou weer? Ik kan deze wel aantrekken. Dit kan ik aan. Slash game mode 0 Vakonov. Oké. Deze kan ik aan. Die en die. Maar daar komen we dus geen ene moer verder mee. Want hier zit niks in. Plaats de diamanten tegen de waterval om een portal te maken. Ja, maar lieve jongen. De portal doet dit niet. Want ik heb geen flint en steel. Hoe gaan we dat nou weer voor elkaar krijgen? Is hier ergens flint en steel? Zo nee, heb ik best wel een behoorlijk groot probleem. Slash game mode 1 Vakonov. Flint en steel. Flint en steel. Ik moet hem wel pakken, want anders kom ik hier niet verder. Slash game. Wacht, dit heb ik ook geleerd voor jullie. Game mode 0 Vakonov. Niet Vajigmikov, Vakonov, zo heet ik. Werkt dus niet. Game mode 0 Vakonov. Oké, go. Oké, dan kan ik hier dus doorheen. Dat is positief. Maar doet het iemand? Waar komen we nou weer uit? Zet je moeilijkheidsgraad voor wat? De moeilijkheidsgraad voor wat? Wat is dit? Dit is een het ziet er in ieder geval heel erg ingewikkeld uit. Dus laten we maar vooral voor makkelijk gaan. Die. Easy. Ik hoor een ghast. Een ghast valt niet in de categorie easy. Echt niet. Wat moet ik hier doen? Ha! Ik hoor enge dingen. Dit is wel een hele goede boog. Oké. Okay. Oh shit. Brand los. Hoi jongens. Dus dood. Er brandt daar iets weg. Dat is goed. Sterf! Rare beesten jullie zijn. Hallo! Brand! Schiet op! Tempo! Vuur! Ik zie hier voor iets moois. Ha, sukkel. Hallo.
Die moet ik dus niet hebben. Ik moet hier... Overheen. Moet ik hier een wither van maken? Volgens mij wel, hè? Is dit een soort wither ding? Oké, hier kan ik ondertussen doorheen. Veilig. Voorzichtig. Go! Ah! Doe het dus even niet, meneer de wither! Ja! Oh, we gaan heen en weer rijden. Oh, dat kan ik ook. Let op. Poef! Ja! Sterf! Scheid, wither! Hij zit achter me aan. Maar ik kan het ook. En dan gaan we weer terug. Hop! Schiet! 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 Hij kan niet door. En dan gaan we terug. Wat wil die nou, hè, die wither? Wat wil die nou? Wat wither die nou? Slechte woordgrap. En terug. Bam! 2. Hij gaat eraan, jongens, op deze manier. Hij gaat eraan. En dan zetten we zo meteen zijn hoofd op dat ding. Dat gaan we doen. Zetten we zijn 3 hoofden er bovenop. En misschien hebben we dan een soort van portal openen. Let's do this. Paf! Hij is op de helft. Hij is bijna dood. Hij is er bijna aan. Oh shit, ik sta in de hens. No! Dat is niet goed. Niet in de hens staan, Vaco. Niet in de hens staan. Blussen, dank u. Die wither die herstelt zich weer. Zie je dat? Hoe kan het dat hij steeds sterker wordt? Hij hield zich. Hij mag zich niet healen. Stoute wither. Ja, kan ik hem raken? Nee. Hij komt tot de helft. Dood. 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 Hij maakt wel een partij herrie, dus niet gezond. Ik kan hem niet meer raken vanaf hier. Op de een of andere manier wil hij niet dood. Come on! En dan werd hij weer sterker door. Hoe wordt dat beest nog steeds sterker? Moet ik op zijn kop mikken of zo? Want net ging hij heel goed en nou wil hij in één keer niet meer. Oké, jij staat daar mooi de wacht te houden. Dat is heel goed. Waar moet ik hem dan raken? Op zijn hoofd? Hij gaat wel, maar heel langzaam. Het is ondertussen kerst 2015 als ik deze gast dood heb. Waar moet ik dan op mikken? Hij schiet iets af. En daar gaat hij dood aan. Hij hield, dat is niet goed. Wither, waarom ga jij dood? Kom op. Zie je, hij hield ergens mee. Hoe hield een wither zichzelf? Hoe doet hij dat? Dat weet ik dus echt niet uit mijn hoofd. Oké, dude. Wacht even, als het zometeen kan... Dan stap ik gewoon uit. Hup. Hup, springen. En we schieten gewoon vanaf hier. Ik moet ergens op mikken. De ene keer kan ik hem wel raken, dan kan ik hem niet raken. Heeft hij een soort force field? Heeft hij. Het force field moet weg. Zie je dat? Soms kan ik hem wel raken, soms niet. Vandaar dat al die pijlen terugkaatsen. Nu kan ik hem raken. En nou niet meer. Kan ik dit blussen? Zou wel heel erg fijn zijn. Dan kan ik hem misschien raken van een afstandje. Bam! In zijn bek! Kom maar, Wittertje. Kom dan. Hij staat daar te wachten. Op een gegeven moment is de force field weg en dan kan je hem pakken. Ja, maar zijn force field komt ook meteen weer terug. Zie je dat? Hop. Hier kan je geen ene moer mee. Dit vuur moet weg. Dan kan ik proberen om dichterbij te komen. Ik wacht tot dat vuur weg is. En dan loop ik erheen en dan ga ik hem gewoon op zijn billetjes mappen. Vuur, doe eens move. Ik heb zin te wachten. Zo moet hij. Auw. Die doen we een partij zeer. Ah! Nee. Nee. Vaak of withered away. Dat is niet lief, niet. Ben ik nou hier weer? Dat was niet de bedoeling. Dat is niet goed. Oh.
Slash back, werkt dat? Please werk? Nee. Oké, die werkte. Dit kan ik helemaal doorlopen. Hier kan ik gewoon doorheen. Hoe moet ik nou die pokkenwedder weten te verslaan? Oh, hier ben ik ook geweest. Dus hier kan ik ook zo doorlopen. Dan gaan we gewoon terug. Zo zijn we niet getrouwd, hè, meneer de Wither. Zo zijn wij niet getrouwd. Ik moet gewoon even een nieuw bedje maken, denk ik. Dat is slim, anders moet ik ontspannen ik daar zo meteen weer. Wither, zet je moeilijkheidsgraad. Ja, dat is ondertussen dus bijna behoorlijk dood. Slash. Game. Nee, stop nou even, Wither. Game. Mode. Eén, vaker nog. Ik moet even een bed hier neerzetten, jongens. Anders dan blijf ik hier respawnen. Bed. Bed. Kan ik hier een bed neerzetten? Ja. Ik ben echt de allergrootste idioot van heel Minecraft. Dat is echt bizar. Dit is echt bizar. Hoi, dude. Ik ga je gewoon killen. Ik ben klaar met jou. Ik vind het helemaal mooi geweest. Ophouden nou. Ophouden nu. Doe dood. Goed zo. Kreng. Wat denkt hij nou wel? Hè? Wat denk jij wel? Godse nonde, naken, nonde, je zeg. Hou het leuk hoor. Dat was er niet... Ik had natuurlijk kunnen weten dat ik in de Nether zit, anders dan spant er geen Wither. En welke idioot zet er nou een bed in de Nether neer? Ik heb... Was niet slim, spijt me zeer. Maar hij is wel dood. Oh, er is er nog eentje. Hoi! Dat ga ik dus nooit voor elkaar krijgen dit, hè? Oké. Ga jij nou heen? Waar gaat hij nou naartoe? Ik weet niet waar hij naartoe gaat. Hij zoekt het maar uit. Ik wil eventjes mijn minecart terug. Maar minecart stond namelijk hier ergens. Minecart, hallo. Ik had een minecartje. Daar kan ik helemaal mooi doorrijden. Als een autootje. Waar is mijn autootje? Autootje. Is die minecart opgeblazen? Oké, okay, nou fijn. Slash minecart. Minecart. Nee, niet Minecraft kart. Juist, die zocht ik. Oké, okay, minecart. Bed nemen we weg. Hoppa, zoals die hoort. Die Wither is ook bijna dood. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar volgens mij hoort die tweede Wither er niet te komen. Denk ik. Pok. Oh shit, bukken. Oh-oh. Oh-oh. Wee. Oh, we kunnen er gewoon onderdoor. Nog een Wither, ja joh. Het houdt niet op met die beesten. Het houdt niet op met jullie, hè? Nee, het houdt niet op. Jullie blijven maar doorklooien. Nou, als jullie door blijven klooien, dan blijf ik doorknokken. Maar dit is niet te doen anders, jongens. Dit is er niet met niveau. Oh, kijk, hij doet een dansje. Wauw. Maar dat is niet de bedoeling. Jij moet gewoon dood. Hij houdt hier de boel tegen. Sterf! Jij bent een Wither van niks. Jij zit hier gigantisch in de weg. En jij gaat heel erg dood. Omdat ik dat zeg. Toed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 . Wat denk je nou? Die mij gaat doodmaken? Lukt niet, ik zit in een game mode. Hop. Komt mijn karretje er weer aan? Niet? Dan maken we gewoon een eigen karretje. Hoppa. En door. Ik had mijn zwaard pas gereed. Dus er komt ongetwijfeld door wel een Nether aan. Of weer eraan. Ender Dragon. Oh. Poep. Oh, poep. Hoe gaan we dit nou weer doen? Waarom val ik hier doorheen? Waar is dit? Waarom ben ik hier doorheen gevallen? Waarom ben ik hier doorheen gevallen? Dat is niet goed. Ik moet hier gewoon onderdoor. Richting Ender Dragon. Waar is de Ender Dragon? Er was een Ender Dragon. Er was bij de Ender Dragon beloofd en die is er nou niet meer. Waar is de Ender Dragon? Oké. Okay. Ik weet niet waar de Ender Dragon is. Maar ik ben weg. Toedeloe. Oh. Gaat het? Of worden Withers en de Ender Dragons te veel schrikken? Ik begrijp dat je ver buiten de map bent, want de hel is een flink stuk kleiner dan de normale wereld. Ga je hier 800 blokken, ga je daar 100 blokken. Dus je hoeft alleen op de knop te drukken om verder te gaan. Ik weet dat je net de eindbaas hebt gevochten, zodat je naar de finish gaat teleporten. I think...
I think we did it. Wat is dit? Val hierdoor voor de huurwerkhandel. Oh, ik vind dat ik een nether als een eindbaas mag beschouwen. Hoppa! Sorry, hier is een knop. Oké, druk. Go. Ik wil vuurwerk. Oh, kijk, hij doet het! Er is vuurwerk! Er was niet veel, maar er was wel vuurwerk. Wacht even, ik ga het nog een keer proberen. Dus op, we gaan een paar keer op de knop drukken. 1, 2, 3. Zie je het? Ik zie vuurwerk. Ik weet niet of jij het ook zag. Ik zag het. Kom op, vuurwerk. Geen vuurwerk. Geen vuurwerk, weet je wat? Dan edit ik gewoon vuurwerk. Vuurwerk! Vaco Gamers, we did it. We hebben deze hele toffe map uit weten te spelen. Ik vind dit serieus een van de toffere maps die ik nu gespeeld heb. Zeer uitgebreid, zat zeer goed in elkaar. Alleen op een gegeven moment loop je toch tegen een Ender Dragon of tegen een Wither aan. En dan ga je gewoon cheaten. Tenminste, zo ben ik. Ik wil de makers van deze map ontzettend bedanken. Ik zal een link naar hun YouTube kanaal in de beschrijving zetten. Ik ga deze file editen en ik ga proberen waarschijnlijk om 10 gigabyte aan video te uploaden. Gaat super tof worden. Hopelijk willen jullie mij helpen door nog eventjes een like op deze video te doen. Dat zou super tof zijn. Laten we met elkaar proberen of we de 2000 likes kunnen halen. Zou echt baas zijn. Maar voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het liken. En tot de volgende keer jongens. Mijn gloednieuwe map van een kijker. Hier op Vaco Games. Mazzel!